Wat we nu zien de afgelopen dagen is een stijging. Dus er is nu nog geen advies vanuit het outbreak management team om nu extra dingen te doen. Maar in het kader van volledige transparantie, als wij hier praten met de Kamer of gisteren met Nederland via de persconferentie, heb ik gezegd, gegeven die oplopende cijfers, kan ik nu niet uitsluiten dat we ons nog een keer bij Nederland moeten melden voor de kerst dat er misschien meer nodig is. Ik hoop dat het kabinet slaagt. En ik wens het u ook toe dat het slaagt. Dat die besmettingen dalen, dat de boel weer open kan. Waar de premier net zei, ik heb die strategie van zo snel mogelijk, zo min mogelijk besmettingen. Daar verliest hij me, want dat zie ik niet terug. En dat baart me enorme zorgen. Dus de vraag die ik de premier wil stellen is, heeft hij of heeft zijn kabinet een ander pakket overwogen voor de persconferentie van gisteren? Heeft hij, toen hij zag vorige week dat het aantal besmettingen weer begon te stijgen, overwogen om juist sneller, steviger in te grijpen? Heeft hij overwogen om te zorgen dat de naleving beter wordt? Juist om te voorkomen dat we in zo'n eindeloze kwakkel-lockdown blijven zitten. Ten aanzien van de naleving, ja. Daar heb ik net een paar dingen van geschetst. Ook wat wij de komende weken gaan doen om op het punt bijvoorbeeld van het voorkomen van Black Friday-achtige zaken. Nou, ik heb dat net toegelicht. En wat Grappenhaus en ook Grappenhaus en Wiebes samen gaan doen om daar maximale inspanning voor te leveren. Verder is het zo dat wij vragen aan het outbreak management team op basis van de epidemiologische situatie. Wat staat ons te doen, gegeven de stand van de besmetting, de stand van het R-getal, de stand van de situatie in de ziekenhuizen, op de intensive cares, in de verpleeghuizen uiteraard, maar ook in de gewone ziekenhuisafdelingen, op de verpleegafdelingen. Wat staat ons te doen? Op basis daarvan komt iedere keer het outbreak management team op basis van die situatie met adviezen wat wij moeten doen binnen de strategie. En die strategie is dat je uiteindelijk terug wilt naar, en dat vertaalt zich in dat getal van 3 IC-opnames per dag. Dan zit je in dat niveau waakzaam. Dan is het virus zo onder controle dat als het weer opflikkert, je het per opflikkering kunt uitstampen. Samen met het BCO-onderzoek en het hele testbeleid. Dat is waar het op is gericht. Daar vragen wij het OMT advies over. Wat we nu zien de afgelopen dagen is een stijging. Dus er is nu nog geen advies vanuit het outbreak management team om nu extra dingen te doen. Maar in het kader van volledige transparantie, als wij hier praten met de Kamer of gisteren met Nederland via de persconferentie, heb ik gezegd, gegeven die oplopende cijfers, kan ik nu niet uitsluiten dat we ons nog een keer bij Nederland moeten melden voor de kerst dat er misschien meer nodig is. Ik hoop van harte dat het niet nodig is. Als het wel nodig is, zullen we de kerstdagen ontzien. Maar het is niet uit te sluiten dat er meer nodig is. Je ziet precies diezelfde discussie nu in Duitsland, waar de situatie ietsjes gunstiger is dan in Nederland, maar op dit moment flinke stijgingen zijn. Met zo'n tussen de ene en de andere dag, ze kijken dan op weekbasis, omdat ze hele grote verschillen hebben tussen die weken, vanwege rapportagevertraging in Duitsland. Maar nu week na week, dag op dag vergeleken, 3000 erbij op één dag. Waardoor je ook heeft gezien dat vandaag Merkel, Duitse kanselier, in de Bondsdag heeft gezegd, het is niet uit te sluiten dat wij ook extra dingen moeten doen tussen, nou, zij kiest dan de periode 27 december tot 10 januari. Zover is het in Nederland nog niet. Maar gegeven die cijfers en hoe ze zich ontwikkelen, kan ik dat niet uitsluiten. En dan zeg ik dat ook in alle eerlijkheid. De heer Asscher. Dat versta ik dus als een nee. De premier heeft niet overwogen om nu al steviger in te grijpen, omdat de cijfers weer stijgen. Terwijl ik dat wel zou vinden passen bij de strategie om zo snel mogelijk zo min mogelijk besmettingen te hebben. Want als het stijgt, dan gaat het duidelijk niet de goede kant op. Maar, zegt de premier, ik heb wel meer gedaan om de naleving te verbeteren. En daarop gestuurd. Daar hebben we ook in eerdere debatten over gepraat. Maar ik ben blij dat die Black Friday fiasco nu leidt inderdaad tot nadere afspraken met de gemeente. Lijkt mij heel, heel verstandig en heel goed. Maar juist de naleving van heel veel van de andere eenvoudige dingen, daar zie ik weinig verbetering in, maar verslechtering. Dus bijvoorbeeld quarantaineplicht. Hoe vaak is die opgelegd intussen? Wordt daarop gestuurd? Zorgt u ook dat die naleving wat dat betreft op de agenda blijft staan? Want op een of andere manier moet het aantal besmettingen omlaag terwijl het omhoog gaat. Als je de strategie wil voeren van naar nul, beter voor gezondheid en economie, zeker, dan moet je of meer dwingende maatregelen opleggen of de naleving en handhaving verbeteren. Ja, en zeker op quarantaine, daar kan misschien daar de jongen nader op ingaan, maar wil ik in ieder geval één element noemen wat daar natuurlijk helpt, is dat je nu na 5 dagen je kunt laten testen, zodat je niet, 10 dagen thuis moet blijven, maar na 5 dagen bij een negatieve test de quarantaine kan worden opgegeven, zodat die periode, tenzij natuurlijk het positieve test wordt, overzichtelijker wordt. De maatregelen die er ook gemeentelijk in de regio's worden genomen om te zorgen voor ondersteuning voor mensen die
in die situatie zitten en te maken hebben met ja, hele praktische dingen als boodschappen, hond uitlaten, noem maar op. Bestrijden van eenzaamheid, al die zaken, daar zijn we bezig. Maar daar kan dadelijk Hugo de Jonge veel uitgebreider op ingaan ten aanzien van quarantaine. Als ik pak het punt van de handhaving in het Veiligheidsberaad, de discussies iedere maandag met de voorzitters van de veiligheidsregio's, die zijn zich enorm bewust van hun taak. Je ziet ook dat zij zeer serieus nemen het oprollen van overlastgevende feesten. We mogen niet achter de voordeur komen, bij overlast kan dat wel. Feesten in het openbaar, waar dat niet mag. Op een veel grotere schaal gebeurt dat. Omdat iedereen zich realiseert dat het belangrijk is om dat specifieke feest op te rollen, maar ook voor het draagvlak bij Asscher en Rutte en alle andere Nederlanders, voor de maatregelen die we hebben genomen, dat je ziet dat als iemand zich er niet aan houdt, dat er dan ook inderdaad wordt ingegrepen. En ik ben het met de Kamer eens over die Black Friday, vandaar dat ik begon net met dat onderwerp, omdat mij uit het hart was gegrepen en ik weet dat Grapperhaus en Wiebes daar zo mee bezig zijn.